tijd. Kijk, dat vinden wij na het verhaal heel erg belangrijk. Niemand heeft zin om naar lange, saaie shots te kijken, omdat men zich niet heeft voorbereid. En de camera dan ook nog eens alle kanten op beweegt. Weet je wat, we geven je even een voorbeeld. Wat een mooie kou. Ja, hallo Bas. Ja, deze kan ik wel. Ik kan het wel. Shots van meer dan 1 minuut zijn bij de Mini Movie Maker app niet mogelijk. Even een rekensommetje. Kijk, een mini movie kan in zijn geheel maximaal 2 minuten en 35 seconden duren. De intro aan het begin, waar je een plaatje kunt kiezen, is standaard 5 seconden. Dan hou je dus nog 2,5 minuut over. Deze 2,5 minuut hebben we eerlijk verdeeld over de 5 scènes. Dus hoe lang kan elke scène duren? Ja, zeg het maar. Wat denk je? Ja, jij? Wat zei je? Ja, precies. 30 seconden. Hartstikke goed. Voor die 30 seconden per scène heb je dan 3 shots. En je kunt bijvoorbeeld 1 shot opnemen van 30 seconden. Of 3 shots van 10 seconden. Of 2 shots van 15 seconden. En dan die laatste niet doen, dat kan ook. Maar het hoeft ook geen 30 seconden te zijn. Je kan ook zeggen, je neemt er eentje op van 10 seconden en de ander 5 seconden. En dan laat je de ene gewoon weer staan. Ja, je kan ook zeggen, je neemt dan 1 shot op van 12 seconden en die andere doe je dan 10 seconden. Dan heb je nog... Ja, nou kijk, misschien begrijp je het al. Ja, er zijn heel veel combinaties mogelijk. Als je maar niet langer dan 30 seconden per scène opneemt. En als je dat wel doet, dan duurt je scène dus te lang. En dan geeft de Movie Master daarbij een mini-scène aan. Je hebt misschien al wel eens gehoord van monteren of editen. Monteren is voor een film superbelangrijk. En normaal gesproken een stuk moeilijker dan zomaar even een shot opnemen. Bij het monteren of editen worden de shots in de juiste volgorde gezet en ingekort. In onze app hebben we het monteren zo eenvoudig mogelijk voor je gemaakt. Door de structuur van de Mini Movie Maker heb je, als het goed is, je shot zo in de goede volgorde opgenomen. Voor het monteren hoef je nu alleen maar het shot in te korten. En dat doe je door met deze gele lijntjes te schuiven. Nou, als het shot is ingekort, kun je gelijk zien of het in de scène van 30 seconden past. In het hoofdscherm, waar alle mini-scènes samenkomen, kan je, als je helemaal klaar bent, nog geluid toevoegen. Zoals een mooie vertelstem. Of muziek. Zoals gezegd, moet je dat wel op het allerlaatst doen. Want als je er tussendoor gaat doen en je gaat dan nog een scène inkorten, dan staat straks dat geluid op een hele andere plaats. Dat wil je natuurlijk niet, want dan wordt het één grote puinhoop. Als je mini-movie dan helemaal klaar is, kan je je film exporteren. Als je eigen mini-movie in de filmrol of fotoarchief staat, dan kan je die vanuit daar op YouTube zetten en de link naar ons sturen. Of je kan altijd het bestand naar ons mailen.